Wat nou als ik al mijn categorieën, al mijn mapjes op één hoop zou gooien? Het is nu halverwege de maand voor mij. Week 3 is bijna voorbij, dus ik zit halverwege. Maar ik heb alles natuurlijk verdeeld in categorieën. Maar ja, in principe is het gewoon één groot bedrag bij elkaar. Dus ik was benieuwd, wat nou als ik alles nu op één hoop gooi? Dus ik ga even alle mapjes langs en ik tel alles bij elkaar op. Nou, in totaal in de uitjes zit toch nog €132. En nu ga ik naar mijn andere map met maandelijkse uitgaven. En daar zit, nou ja, €70 nog in kleding, maar 5 nog maar in winkelen. Dus vandaar ook dat ik benieuwd was naar, oké, als ik nou alles bij elkaar optel, hoeveel heb ik dan? Want ja, ik zou in principe ook alles natuurlijk voor maar één categorie kunnen gebruiken, zoals winkelen. Dus dan heb ik ineens nog heel veel geld. Maar doordat alles nu in kleinere budgetten is verdeeld, is het in mijn hoofd toch dat ik niet heel veel meer heb. Maar alles bij elkaar is dan toch €256.